Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben eventjes de Peter Parkers aan het doorlopen die ik laatst bij Henk heb gekocht. En gewoon om te kijken of alles goed zit. Geen rare vlekken in de comic zitten of wat voor sporen dan ook. En dit is Peter Parker nummer 25, maar dat is de Nederlandse uitgave van Spectacular Spider-Man nummer 100. En die heb ik in een Essential zitten. Ik zie hier de zwart-wit versie daarvan. En een deel van dit nummer zit al in Peter Parker 24. Want zoals je weet was het anderhalve comic voor een Nederlandse, anderhalve Amerikaanse comic voor een Nederlandse comic. En de tekenaar is, deze twee hebben het geïnkt en Al Milgram heeft het getekend. Dat is belangrijk, want het staat namelijk verkeerd in de Nederlandse editie. Maar we gaan eventjes naar die Nederlandse editie kijken. Zo, de cover hebben we laatst al gezien. En je ziet dus zo duidelijk dat het nummer 100 hier betreft. En, hier staat dat Herb Trimpey het heeft getekend, maar dat is dus niet zo. Mooie reclame ook voor een Spider-Man extra. En Jeroen vertelde me dat dit de eerste comic was die hij ooit heeft gekocht en gelezen. Dus dat is wel bijzonder, vind ik. Dat is toch je eerste comic is, dat blijf je toch altijd bij. En nou, het is wel een tof verhaal. Dit is een subplot tussen Flash en Shazam. Dat gaat niet zo goed. En Spider-Man houdt dat dan een beetje in de gaten, omdat Flash een beetje raar reageert op haar. Nou goed, dat laten we even buiten beschouwing. Wat ondertussen speelt is dat het zwarte kostuum ontsnapt is uit de Baxter Building en af en toe het lichaam omhult van iemand om zichzelf makkelijk te vervoeren. En in dit geval is het iemand die vaak bij de McDonald's komt. En dan komt Spider-Man thuis, Peter. En hij moet eigenlijk met Black Cat gaan praten en de Kingpin. Want Black Cat heeft namelijk speciale krachten gekregen van de Kingpin. En Spider-Man weet dat niet. Maar hij wil wel dat Cat eigenlijk met rust gelaten wordt door de Kingpin. Maar nu gaan ze dus individueel gaan ze naar de grote misdaadbaas toe. Ze hebben eigenlijk afgesproken met elkaar dat ze niet zouden gaan die avond. Dat is een beetje de gimmick. En dat leidt uiteindelijk tot de relatiebreuk tussen die twee in deze comic. En dan hebben we ook nog te maken met The Spot, de nieuwe schurk van de Kingpin. Ja, het is wel een leuke. Er is een hoop gebeurd. Er gebeurt gewoon een hoop in deze comic. Kijk, dit soort dingen vind ik mooi. Dit is een mooie tekening. Ik dacht al, dit kan nooit door Herb Trimpey worden getekend, zijn getekend. Want die tekent heel anders. Dit is een mooie plaat is dit. En deze tekening, ik heb het nu eventjes niet bij de hand, maar als je de strip Spider-Man in Amsterdam hebt gelezen, die in de superheldenagenda stond, dit plaatje is daarin overgetrokken. Dit is geswiped. Dat weet ik zeker door een van de tekenaars. Ik weet even niet welke van de vier. Maar als je de agenda hebt, pak hem erbij en kijk maar eventjes of je dit plaatje terug gaat vinden. Want dat is volgens mij wel het geval. Nou goed, Spider-Man versus The Spot. En ondertussen kan Felicia dan met de Kingpin gaan kletsen, terwijl haar geliefde afgeleid is. Zo ziet de Kingpin er natuurlijk uit. Ik ga je niet helemaal het verhaal vertellen hoor. Het ging me eigenlijk om een bepaald moment. Het ziet er wel leuk uit trouwens zo. Gekke schurk, de Spot. Waar je eigenlijk om moet lachen, maar toch al die zwarte gaten die hij heeft. Ja, is toch wel handig. En het ziet er wel tof uit zo, vind ik. Nou, en hier zien we dan weer, weet je wat, wisselt mooi af. Dus hier hebben we dan het zwarte kostuum wat neerkomt. En iemand die dan een beetje in de war is. En eigenlijk niet weet wat hem gebeurd is. Toen Marvel een paar jaar geleden een soort terugblik comics uitgaf, onder andere van Spider-Man, hebben ze van een van deze slachtoffers hebben ze het verhaal verteld. En die comic heb ik niet in huis. Ik heb hem digitaal gelezen. Het was niet zo'n hele bijzondere comic. Maar dit leidt natuurlijk allemaal naar iets. En je weet al, je ziet erbij al hangen, maar ik zou je het vast laten zien. Dat leidt natuurlijk allemaal naar Web van Spider-Man nummer 1. Die dan binnenkort uitkwam die maand. Want het kostuum wacht dan op Spider-Man in zijn kledingkast. Alleen Spider-Man kan dat overkomen, dat hij ruzie heeft met zijn kleding, zou je bijna denken.
Nou goed, we gaan eventjes. Felicia praat met de Kingpin en dan vertelt hij eigenlijk die kracht geeft. En ze heeft een soort pechkracht, dus iedereen die haar aanvalt heeft pech. Maar uiteindelijk, als ze lang genoeg met mensen omgaat, ja, krijgen die ook verschrikkelijk veel ongeluk. En zo iemand is natuurlijk Spider-Man, daarom heeft de Kingpin haar die kracht ook gegeven. En terwijl zij dus weggaat, verdrietig en boos op Wilson Fisk, komt Spidey binnen. En dan krijgen we een gevecht tussen Spider-Man en Kingpin ook nog. Dus het is veel actie in deze comic. Moet je kijken hoe de Kingpin tekeer gaat. Dit roept echt weer herinneringen op aan hoe John Romita Sr. dit heeft getekend. De eerste confrontatie tussen Spider-Man en de Kingpin. Het was Amazing Spider-Man 51 en 52. Als ik het goed heb, zo uit mijn hoofd. Vroeger ook wel de kegelkoning genoemd, de Kingpin, in de classic tijd, in de hip tijd. Ja, een mooie reclame hier voor een spectaculaire Spider-Man van Charles Vers. Dit is echt een hele mooie cover, is dit. Doe maar eventjes zo. Mooi geschilderd. Echt prachtig. Hij is in het echt eigenlijk nog prachtiger, maar als je goed kunt kijken, hebben ze ja, een deel afgeknipt van de cover. En om het logo in de comic ook goed te doen. Maar de Amerikaanse versie is dus eigenlijk nog mooier. Nou, hier gaat het gevecht nog een tijdje door. Het ziet er wel spectaculair uit, vind ik. Spider-Man versus the Kingpin. Ze zijn wel aan elkaar gewaagd. Een reclame voor Star Wars. Want Spectacular Spider-Man was natuurlijk een extra dik nummer. Waarschijnlijk 30 pagina's of zo. En hier besluit Felicia, ja, dat ze toch maar op de relatie met Spider-Man op moet geven. En dat het eigenlijk wel een heel romantisch idee is, denkt ze dan. Een romantisch ideaal dat ze haar geluk opoffert voor het leven van haar geliefde. En dat zegt ze hier ook. Het is eigenlijk nog een beetje, ja, het is een jonge meid, die Felicia Hardy. Het is een beetje een, ja, ze denkt nog een beetje simpel en kinderachtig. Zo wordt ze in ieder geval wel neergezet, denk ik, door de schrijvers hier. Ja, romantische idealen en dat soort zaken. En je weet natuurlijk dat ze op Spider-Man valt op de avonturier, maar niet op Peter Parker. En dat is natuurlijk ook het probleem. Nou goed, ze gaan dan met elkaar kletsen en ten eerste komen ze er dan achter dat ze allebei wel naar Kingpin zijn gegaan die avond. En dan en zij denkt eerst dat Peter dus van de pechkracht nu weet en dat hij daarom boos is. Maar er moet een andere reden, moet hij met haar praten. En dan komt het eigenlijk op neer, ja, dat hij haar wel heel leuk vindt. Maar het feit dat ze eigenlijk alleen maar om Spider-Man geeft en niet om Peter Parker. En dat zij eigenlijk wil dat Peter Parker zijn Spider-Man leven voorrang geeft. En Peter Parker eigenlijk gewoon, ja, dat het klaar is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dat is wat de relatie eigenlijk onmogelijk maakt. En ik heb in mijn boek Mijn Vriend Spider-Man de relatie tussen Cat en Spider-Man wel vergeleken met hoe groepies misschien kijken naar popartiesten waar ze mee ook het bed delen en waar ze dan helemaal hote de botel van zijn. Het is een soort Spider-Man groepie. Sowieso baalt ze er heel erg van dat hij het dus eerder uitmaakt dan zij. Dat is ook al een beetje onvast. En dan krijgen we deze mooie, ik vind dit heel mooi getekend zo, die relatiebreuk. Hoe laat je een relatiebreuk zien? Nou, dat doet Al Milgrom zo. Dus dat ziet er gewoon, ja, is gewoon goed tekenwerk. Ik vond sowieso die gevechten er goed uitzien. En de lichaamstaal hier is ook heel erg goed. Dat zij om de hals springt, zeg maar, vliegt. En hij houdt haar dan toch tegen. Van, ik moet even met je kletsen, meid. Gaat niet goed. Dus ik vind het wel, ik snap wel dat als dit het eerste nummer was wat Jeroen van Spider-Man las, dat hij dacht van wauw, dit vind ik helemaal te gek. En daar wil ik wel meer van lezen. Nou, en hier krijgen we dan de grote cliffhanger naar Web of Spider-Man of Web van Spider-Man nummer 1. En die heb je natuurlijk ook allemaal gelezen. En daar heb ik het al een keer over gehad tijdens Vlogweek vorig jaar. En dit is eventjes, ja, ik was hem er even aan doorlopen en dan kan de camera er wel even bij pakken. En reclame voor Geheime Oorlogen nummer 2, jongens. Dat is echt wel, dit is echt wel een mooi, dit herinnert aan een mooi tijdperk, vind ik, van Junior Press en Marvel Comics, jaren 80. Web van Spider-Man, nieuw. En kijk, het grappige is, ik heb ze nou, en ik kreeg van, Henk zei ook nog,
het personeel van Henk, stuur nog even een mailtje. Want dan, met wat je nog mist, dan gaan we even kijken of we dat nog hebben. En ik kreeg inderdaad gisteravond een mailtje terug van, nou, we hebben nog meer nummers voor je. Dus ik ga van de week weer even langs om ze op te halen. Om Peter Parker en Web van Spider-Man aan te vullen. En misschien wel te completeren. Kijk, ze zijn wel een beetje, de comics zijn wel een beetje beschadigd. Maar ja, dat hou je met tweedehands comics. En je merkt het eigenlijk niet eens als je het leest. Dus dat is mooi. En de vraag is altijd, ga ik dit ooit nog echt in het Nederlands lezen of pak ik gewoon lekker zo'n essential erbij? Als het ooit de Peter Parkers uitkomen in een betaalbare Epic Collection format, ga ik ze daar nog eens een keer in kopen. Nog een keer. En dan heb ik de Epics er gewoon nog bij. Of die kunnen dan misschien weg. Maar zo'n Epic is natuurlijk wel heel fijn. Daar hebben we het al vaker over gehad. Heel veel van deze comics heb ik trouwens. Dus ik heb ze sowieso in het Nederlands voor het merendeel. Maar dit is The Death of Jean the Wolf. Oh ja, dit is een annual met Ace. Die heb ik ook in het Nederlands. Nou ja, goed. Het ziet er wel mooi uit. Ik weet dat een van mijn kijkers absoluut niet van essentials houdt omdat het zwart-wit is. Maar ik vind het er wel mooi uitzien. Het hangt een beetje van het inktwerk af en hoe ze dat gedaan hebben. Maar ook hier met zo'n raster en zo. Dus ik denk als ik ze zou lezen, weer opnieuw gaan lezen. En ik heb deze Essential een paar jaar geleden, denk ik, gelezen. Maar als ik ze opnieuw zou lezen, dan pak ik misschien toch gewoon de Amerikaanse versie erbij. Maar het is ook leuk. Hier hebben we trouwens ook een vlog over gemaakt. Heb ik een tijd, vorig jaar ook ergens. Ik weet de nummers niet uit mijn hoofd. Maar dat is Spider-Man vs. The Blaze. Een studentengrap die erg uit de hand loopt. Maar wat ik wel fijn vind aan het, dat je het, ik vind de Junior Press uitgave heel erg tof. Maar hier heb je dan de volledige tekst. En soms moesten ze wel eens in de vertaling tekst schrappen. Omdat er geen ruimte voor was in de balloons. En wat mij bijvoorbeeld opvalt. Is dat je niet kan horen aan de Nederlandse X-Mannen comics. Dat Rogue een zuidelijk accent heeft. Dat is in de vertaling. Dat kan je ook eigenlijk niet vertalen. Want wat moet je er dan van maken? Limburgs of zo. Weet je wel, dat kan ook niet. Dus dat nemen we Ger Apeldoorn ook niet kwalijk, natuurlijk, die dat toen vertaalde. Maar als je de Amerikaanse comics leest, dan weet je het wel, weet je. Dus het is toch een rijkere leeservaring. En soms gaan er gewoon dingen verloren in de vertaling. En hier gaan dan de mooie kleuren verloren van deze plaat die we net zagen. Dus dat is dan, maar ja, dat is dan weer met essentials. Maar het mooie, het lijnwerk komt wel heel goed uit, zeg. Dus het is, ik vind het eigenlijk gewoon, ik hou al van verschillende formats eigenlijk. En het, soms vind je, heb je een voorkeur voor het ene format en soms voor het andere format. Nou, hier hebben we ook een vlog over gemaakt vorig jaar. Nou, het is wel een beetje een déjà vu vlog wat dat betreft. Maar goed, zo ziet het er toch weer anders uit. Ik vind het een fijn format, essentials. En ik vind Junior Press eigenlijk ook fijn vanwege de nostalgische waarde. Ik ben wel benieuwd wat jouw voorkeur geniet. Ben jij tevreden met je Junior Press, ondanks dat je af en toe een pagina mist en dat de vertaling soms wat te wensen overlaat? Of zeg je van, nou, ik heb mijn Junior Press ook, maar geef mij maar bijvoorbeeld Essentials of Epics of Floppies. Ik ben wel benieuwd hoe dat met jou zit. Laat me dat vooral weten in het commentformulier. Ik zou zeggen, op naar de volgende vlog. Like en subscribe als je deze content gewoon heel erg leuk vindt. Of vertel eens een keer aan een vriend die ook van Spider-Man houdt of van comics dat ik dit soort dingen maak. Dat helpt het kanaal weer en dank je wel alvast daarvoor.